is an English soundtrack from Kourou, Centre Spatial Guyanais. Vliegen is eenvoudig. Vleugels om op te stijgen. Theoretisch is het eenvoudig. In de praktijk zijn de meeste dingen natuurlijk ingewikkelder dan ze lijken. Vliegen is er daar één van. Net als alle pioniers had Anthony Fokker een visioen. Maar toen hij op 20-jarige leeftijd het prototype van de eerste spin in Duitsland bouwde, kon hij niet vermoeden dat dit vliegtuig bepalend zou worden voor de verwezenlijking van zijn droombeeld. Bewaard als een historische bezienswaardigheid werd de spin in 1940 door de Duitse bezetters in beslag genomen en overgebracht naar het Luchtvaartmuseum in Berlijn, waar hij volgens zeggen bij een bombardement in 1943 vernield werd. Voor Fokker was een onvervangbaar deel van haar geschiedenis verloren gegaan. Maar in de 60e jaren ontdekte een Australische luchtvaarthistoricus, Norman Wilshire, tijdens een bezoek aan Polen de oude spin samen met 24 andere historische vliegtuigen op een geheime plaats op een verlaten militair vliegveld. Nadat ze aan het einde van de oorlog door het Poolse leger ontdekt waren, werden ze overgebracht naar Wrocław en later naar Krakau. Daar werd de spin uiteindelijk teruggevonden. De tijd had haar tol geëist. Na een jarenlange verwaarlozing was het linnen en het hout verrot, waren metalen onderdelen verbogen en verroest en ontbrak de propeller. Het zou onmogelijk zijn om deze fragile oldtimer ooit nog in de lucht te krijgen. De belangstelling van de directie van Fokker werd door deze ontdekking gewekt en er werd met de Poolse en Nederlandse regering onderhandeld om de terugkeer van het vliegtuig naar Nederland veilig te stellen. Het plan was om de spin niet alleen te restaureren tot een voorwerp van historisch belang, maar ook weer luchtwaardig te maken. Dit alles ter nagedachtenis aan zijn ontwerper, bouwer en piloot, Anthony Fokker. Tegen het begin van de 20e jaren kreeg de Nederlandse vliegtuigindustrie steeds meer naam. De kennis opgedaan bij het bouwen van gevechtsvliegtuigen werd gebruikt bij iets totaal nieuws, de ontwikkeling van passagiersvliegtuigen. De eerste van een reeks nieuwe vliegtuigen was de F-11, dat naast de piloot 5 passagiers kon vervoeren. Van dit type werd ook een watervliegtuig gebouwd. Deze opwindende ontdekking betekende een nieuwe mogelijkheid voor de luchtvaart. Op het eerste gezicht leek de restauratie onbegonnen werk. Zelfs Piet Wij, die de verantwoording had voor dit unieke project en die een levenslange ervaring in de vliegtuigbouw had, was onder de indruk van deze uitdaging. De wederopbouw van een vliegtuig tot een historische bezienswaardigheid is één ding. Het weer luchtwaardig maken van een 80 jaar oud vliegtuig, dat bovendien moet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen, is heel wat anders. Om dit te bereiken stelde Piet een team van mensen samen die, net als hij, een enorme ervaring hadden met het bouwen van vliegtuigen. Hun inbreng was praktische, specialistische kennis en vooral enthousiasme voor het werk dat hen te wachten stond. Net zoals Piet waren alle mannen, 8 in totaal, gepensioneerde medewerkers van Fokker. En hoewel ze al eerder samen hadden gewerkt aan de wederopbouw van een vliegtuig, was dit de eerste keer dat van hen het uiterste gevraagd werd. Het weer luchtwaardig maken van een oud vliegtuig. Door beschadigingen en jaren van verwaarlozing was het toestel in zeer slechte staat. Het had geen staart, geen wielen, een zwaar beschadigde motor, geen propeller en wat er over was van de bekleding van de vleugels was totaal vergaan. Niet het meest gunstige uitgangspunt. Toch moesten Piet Wij en zijn team bijna het onmogelijke zien te bereiken. Een bewijs van luchtwaardigheid van de Nederlandse vliegtuigautoriteiten. Allereerst moest een werkwijze ontwikkeld worden waarbij bouwtekeningen van de spin nodig waren.
In de archieven van Fokker werden geen originele tekeningen gevonden. Er bestonden wel tekeningen voor een replica, die gemaakt was in 1936 om het feit te vieren dat Antonie Fokker 25 jaar eerder zijn vliegbrevet had gehaald. Door deze te combineren met informatie die afgeleid kon worden uit oude foto's van de spin, maakten Piet Wij en teamgenoot Piet Buurs een ontwerp voor de wederopbouw. Bepalend voor de onderneming was te proberen het originele materiaal en de oorspronkelijke constructie zoveel mogelijk te behouden. Alleen die onderdelen die ontbraken of na beschadiging niet meer aan de veiligheidseisen voldeden, zouden vervangen worden. Het was verbazingwekkend te zien dat een groot deel van de constructie dat nog intact was, ondanks de hoge leeftijd van het toestel, aan de vereiste normen voldeed. Het oorspronkelijke materiaal van de vleugels kan niet opnieuw gebruikt worden, maar het onderzoek ervan verschaft een belangrijk inzicht in de methode die gebruikt moet worden bij de wederopbouw van de vleugels. Constructie op bepaalde plaatsen duidelijk scheuren vertoont, verweerd is en in slechte staat verkeert, was voor het grootste deel ervan grondig onderzoek vereist. Hiervoor brengen Freek Panhuizen en Cas Krzyzewski, die van het team het meest gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van materialen, hun kennis in praktijk door een groot aantal niet-destructieve testen uit te voeren op zowel de metalen als houten onderdelen. De ongeschonden toestand van de oorspronkelijke materialen wordt behouden, zodat die materialen gebruikt kunnen worden voor vervanging. 1927 was een topjaar voor Fokker. Met bouwfaciliteiten in de USA en in Nederland kon Fokker vliegtuigen leveren aan vele nieuwe luchtvaartmaatschappijen in beide continenten. Bovendien veroverden Fokkers vliegtuigen nieuw terrein en kregen ze wereldwijde aandacht. In de zomer maakte de F-7 zijn werelds eerste intercontinentale chartervlucht. Een retourvlucht van Amsterdam naar Batavia in het toenmalige Nederlands Oost-Indië. Later dat jaar zou een F-7 met alleen post aan boord diezelfde route in slechts 13 dagen afleggen. Er wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen en knippen van de leren ringen voor de kabels die om de vleugels heen zitten. Hoewel elk teamlid verantwoordelijk is voor zijn eigen specialisme, werken de teamleden allemaal samen, waarbij ze elkaar bij bepaalde taken ondersteunen. Het werken aan de romp is zo'n taak. De hoofdliggers hebben het begeven en moeten vervangen worden. Zij vormen het skelet waaromheen het vliegtuig gebouwd wordt. Er is essenhout nodig om ze te vervangen. Dat hout is gemakkelijk te verkrijgen en er wordt een begin gemaakt met de vervanging. Wanneer het oude materiaal verwijderd wordt, ontdekt men tijdens het onderzoeken van de vleugels dat een van de metalen liggers vervangen moet worden. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke bamboeribben. Bij de aankoop en het repareren van de buizen van koolstofmateriaal treden geen noemenswaardige problemen op. Het opnieuw bekleden van de vleugels blijkt echter veel ingewikkelder te zijn. Het materiaal waarmee ze bekleed moeten worden, een heel fijn geweven linnen,
wordt opgerekt in de fabriek voordat Meindert Bakker, het teamlid gespecialiseerd in bekleding, het in de juiste vorm knipt. Fokkers image werd steeds opnieuw verbeterd door opmerkelijke prestaties in de lucht. In 1928 is Amelia Earhart de eerste piloot die in een F-7 de Atlantische Oceaan oversteekt. Kingsford Smith was de eerste piloot die in de Southern Cross, een andere F-7 variant, de Stille Oceaan overbrugde door van de USA naar Australië te vliegen. En Bird vloog over de Noordpool. Een derde fabriek werd in de USA geopend en in gebouwen van de maatschappij in Europa en Amerika introduceerde Fokker in de loop van het jaar 11 nieuwe modellen met hun varianten. De luchtvaart begon aan een nieuw tijdperk. Het bedwingen van afstanden was een feit geworden. Er was vraag naar een groter vliegtuig dat meer passagiers tegelijk kon vervoeren. De vliegtuigindustrie was een volwassen industrie geworden. Het ontwerpen van vliegtuigen ging een nieuw tijdperk in. Een tijdperk waarin de mens niet alleen binnen een aantal jaren rond de wereld zou vliegen, maar zelfs de ruimte in zou gaan. Uitzondering van de aderen voor de stijlen en de bamboeribben die machinaal gemaakt worden, wordt het meeste stikwerk met de hand gedaan. Detail is van groot belang. Het fijne stikwerk vereist een kundige hand- en oogcoördinatie. Bovendien is het een uiterst geduldwerkje, aangezien de vleugels elk een omtrek hebben van meer dan 25 vierkante meter. Vleugels bekleed zijn, wordt de rest van het werk overgenomen door Cas van Ark. Voor zijn specialisatie heeft hij een klimaatkamer nodig voor het uithardingsproces en voor het afzuigen van de dampen die vrijkomen bij het gronden en de rest van het proces. Hoewel de speciale verf beschermt tegen weersinvloeden, wordt die vooral gebruikt om de stof, die poreus is, af te dichten, zodat wordt voorkomen dat er lucht doorheen gaat. En om bij het drogen het materiaal strak over het geraamte van de vleugel te kunnen trekken. Alle kleinere, maar niet minder belangrijke onderdelen moeten ook geverfd worden.
moest een volledig nieuw staartstuk gemaakt worden. De bouwtekeningen zijn op dit punt van groot belang, omdat de oorspronkelijke staart ontbreekt en er dus geen voorbeeld is waar men zich aan vast kan houden. De specialisten op het gebied van het frame en de montage, Take van den Hoek en Piet Mol, gesteund door Piet den Otter, nemen de leiding bij deze uitdaging. De wielen, de motor en de propeller zijn geen eenvoudige uitdagingen om te overwinnen. Ze vormen een obstakel voor het uiteindelijke welslagen. Een zorgvuldig speurwerk heeft uiteindelijk geleid tot de ontdekking van een motor die in alle opzichten lijkt op die van het oorspronkelijke vliegtuig. Het Musée de l'Air et de l'Espace in Frankrijk heeft een 8-cylinder Renault motor van 80 pk in haar bezit en wil deze wel voor een periode van 3 jaar aan Fokker uitlenen. De motor wordt voor een grondige inspectie overgebracht naar Jack van Egmond, die gespecialiseerd is in het repareren van oude motoren. Uitzondering van de motor zijn het hoogteroer en het roer de enige andere vluchtcontroleonderdelen die in de staart te vinden zijn, waardoor ze ieders aandacht trekken. Een nieuw onderstel moet gebouwd worden, zowel wielen, een draagas als een achterstuk waarop de staartslof rust. De wielen veroorzaakten een minder makkelijk oplosbaar probleem. Hun afmetingen waren bekend. Maar er waren op dit moment geen wielen in productie die voor dit type toestel gebruikt konden worden. Ze moesten op maat gemaakt worden in Duitsland. Voor de specialist op het gebied van het in elkaar zetten van motoren, Ab Steenbergen, vormt het maken van een nieuwe propeller voor de spin een extra probleem. Het is moeilijk om tegenwoordig aan de vakbekwaamheid en kennis te komen die nodig is voor het met de hand in elkaar zetten van een houten propeller. Piet Wij en zijn team weten uit ervaring dat het verkrijgen van de juiste materialen en onderdelen net zoveel, zo niet meer tijd kost, als de tijd die nodig is om ze te installeren. Een specialist, Eina Ponselet, die in staat is de propeller te maken, wordt in België gevonden.
Er wordt een begin gemaakt met het zodanig omvormen van het stuk Filipijns mahoniehout dat het de exacte afmeting en de exacte hoogte heeft van de oorspronkelijke propeller van de spin. In alle opzichten komt de werkwijze zoals gebruikt door het team Piet en Bij overeen met die gebruikt door de oorspronkelijke bouwers. De motor wordt opgetild en de spin wordt met de hand zodanig gemanoeuvreerd dat de motor erin geplaatst kan worden. Grote voorzichtigheid is geboden. De motor is het zwaarste onderdeel en moet precies op het frame van het vliegtuig geplaatst worden. Als de motor eenmaal aangebracht is, wordt de propeller bevestigd. Het vliegtuig begint eindelijk zijn kenmerkende vorm te krijgen. Nadat het team 2 jaar nauwgezet aan de spin gewerkt heeft, nadert hij zijn voltooiing. In zijn vroegere glorie hersteld en net als de vlinder die tevoorschijn komt uit een pop, is hij klaar om te vliegen. Jaar na dato bereidt Edwin Boshoff, Fokkers voornaamste testpiloot, zich voor om de eerste vlucht van Anthony Fokker over te doen. Een moment waarop de droom van één man om de toekomst van generaties na hem een vorm te geven, werkelijkheid werd. Nu begrijpt u misschien een beetje hoe de spin, die onwaarschijnlijke constructie gemaakt van linnen, bamboe en kabels, met meer succes kon vliegen dan vele andere vliegtuigen uit dezelfde periode. De oorspronkelijke spin werd de eerste keer gebouwd in 1910. Hij ging de lucht in 1911.
en Fokker blijkt nog ongeveer 12 spins in de daaropvolgende jaren gebouwd te hebben. Daarom kunnen we vaststellen dat deze overgebleven spin ongeveer in 1913 gebouwd moet zijn. Hij heeft de daaropvolgende 23 jaar met succes gevlogen.